20 jaar de Nederlandse Federatie voor de Historische Luchtvaart. Ooit opgericht om alle uitdagingen die er op het pad waren door middel van samenwerking eigenlijk het hoofd te bieden. En ik denk dat jullie daar een belangrijke rol in gespeeld hebben, ook bijvoorbeeld in de samenwerking met het ministerie. Er is op dit moment een regeling van kracht. Die is tot stand gekomen in samenwerking tussen het ministerie, de inspectie en de federatie. En dat is eigenlijk, daarin is duidelijk geworden wat nou eigenlijk een historisch luchtvaartuig is. En daar is duidelijk geworden welke regelgeving daarbij past. En daar wordt veel aandacht besteed aan luchtvaartveiligheid. En eigenlijk is die regeling de uitgangspunt, of de basis eigenlijk meer voor een toekomstvaste operatie van de historische luchtvaart. En daar als ministerie staan wij ook voor. Ik gaf net al aan dat het vliegen niet voor niets gaat. In dat kader wilde ik de fondsen vragen om nog meer dan ze nu al doen de historische luchtvaart te ondersteunen. Wij hebben ons via de mobiele collectie Nederland gecommitteerd om mee te werken aan een nationaal register waar alle historische vliegtuigen in komen te staan. Dit was en is de wens van het ministerie van OCW om zo fondsen in staat te stellen het behoud van vliegend historisch erfgoed gefundeerd te ondersteunen. Onze vliegtuigen worden bemand en onderhouden door zeer kundige, gedreven en gepassioneerde mensen. Het is heel bijzonder hoe al deze oude vliegmachines met al haar ingenieuze constructies verzorgd worden. Respect met een grote R voor al deze vrijwilligers. Ik denk toch, laten we zeggen, mijn vader moet een ongelooflijke hoeveelheid geluk gehad hebben in zijn hele vliegersloopbaan. Maar hij was wel iemand die vanaf het prille begin niet alleen maar op het vliegen uit was, maar die ook alles wilde weten van zo'n kistje waar hij in zat. Dus zowel motorisch als qua bouw wist hij er alles van. Zo was de bediening van die vliegtuigen in die tijd was allemaal met van die buizenstangen. En daar was natuurlijk regelmatig sprake van metaalmoeheid. En dan gingen die verbindingen kapot. Meestal gingen die kistjes dan ook vrij hard naar beneden. Maar mijn vader, dat is een verhaal dat hij één keer dus half hangend uit de cockpit zo'n stang aan de buitenkant heeft beetgepakt. En toen in staat was om hem toch netjes te landen. Toen heeft hij een complimentje gehad. Klaas van Dam vervult al zijn taken op een bewonderenswaardige wijze. En dat deed hij in al zijn vrije tijd naast zijn functie als gezagvoerder van de KLM. Je hebt het gemist met Martineur. Nu nog, eigenlijk, Klaas, heb ik nog een persoonlijk woord voor jou, Klaas. Ik ken je al vele jaren en ik heb een groot respect voor je. Alhoewel je niet altijd de meest makkelijke man bent geweest. Maar ook ik ben trots wat je gepresteerd hebt. En ik feliciteer je, ik neem aan, namens alle aanwezigen van harte met deze zeer mooie en welverdiende onderscheiding, de Fiets van Messel Award 2012. Hartelijk gefeliciteerd.